Mijn nek doet zo erg pijn. Ik weet niet hoe ik heb geslapen, maar het lijkt alsof hier een baksteen heeft gelegen. En ik daar gewoon zo op heb gelegen. Want, oh ja, naar achter zo. En Jolaatje, die gaat lekker naar school. Gaat en naar een broodje eten. Gaat een broodje eten. Ja. En het is weer lekker weer vandaag. He? Jullie denken vast waarom heb ik mijn pony schuin gezet. Nou, ik wil hem weg. Jolle wil haar pony niet meer, dus... Nooit meer. Ze is hem dan laten groeien. Nooit meer. Ik ben echt heel erg blij dat ik vandaag dus bijna alleen maar editen op de planning had staan. Want echt, met fietsen net, het doet zo'n pijn. Ik kan niet eens verder dan dit, want anders schiet er gewoon een soort pijnscheut door mijn nek heen. Echt zo raar. Nog nooit gehad, hè? Maar goed, ik ga wel iets doen nog vandaag wat ik... wil gaan vloggen. En dat is... Bam, 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 de kliko buiten zitten. Nee, dat moet ook gebeuren. Zag ik net. En sommige dingen, zoals dit, moeten ook gebeuren. Alex, ja. Moet ook gebeuren. Maar wat ik ga doen is weer eens een keer mijn tanden zelf bleken. Hoe ik dat doe, zal ik straks laten zien. So you think you were right? Ik heb zo last van mijn nek. Nee, maar echt heel erg. Ik heb ook dus nog helemaal niet gevlogd vandaag. Door je nek? Ja, door mijn nek. Omdat ik gewoon heel erg last heb. Ik moet zelfs nog niet eens gedoucht. Ik moet nog steeds douchen. Kijk, de camera zo houden. Ja, goed zo. Dan hoef je je nekje niet te bewegen. Nee, ik wil hem zo. Want dan zie ik er beter uit. Dan heb je wel pijn. Ik wilde mijn tanden gaan bleken vandaag. Maar dat ga ik ook nog steeds doen. Alleen, ik doe het even in de avond na het eten. Want mocht ik er dan last van krijgen, dan heb ik niet dat ik nog moet eten. Dus ik ga weer zo'n strip op doen straks. Bart, jij doet zeker niet mee. En jij hebt er altijd veel meer last van. Sorry, ik heb helemaal niet geluisterd. Ik was even bezig met... Ik zit hier toch gewoon naast je. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe lang deze nekpijn gaat aanhouden. Ik zit nu dus zelfs te twijfelen of ik nog wel naar yoga kan gaan vanavond. Je kan toch sowieso gaan? Ja, ik ga sowieso wel. Als het dan te erg wordt. Ik wil gewoon heel graag. Maar als ik alleen al even zo ga, joh. Stel je voor dat je dit altijd had, dan had je wel een zwaar leven, hoor. De hele dagplanning is ook in de war. Hadden we nou net heel gezond broodjes met ei gegeten? Heeft Bart toch nog een beetje trek in een broodje met chocoladereep. Dat hoort zo. Dit. Eigenlijk is dit was toch eigenlijk om te smelten? Nee, dit is beleg. Serieus, dit is broodbeleg. Ja, maar dan moet je het toch op je brood smelten? Nee. Maar dat hadden we wel een keer gedaan met bruceletjes. Nou, eet smakelijk, Bart. Ik zei, zouden we vandaag met je vroeg gaan? Toen zei jij, we gaan om half zes al er zijn. Ja, dat ik zei dus half zes. Ja. Half zes, kwart zes. Ja, right. Zeker right. Ja. Morgen. Hup. Rustig aan, man. We komen precies om 4:45 aan. Oh, moet je het nog een keer zeggen? We komen precies om 5:45 aan. 5:45, ja. Ja, misschien zelfs iets eerder. Ja. Ja. Yes. Ah. Ik zou jouw nek willen hebben. Ik zou jouw nek wel willen hebben om de pijn weg te nemen. Ah. Dat bedoelt die Jaltje ook, denk ik. Heb je zin om lekker bij Jan en Wil te eten? Ja. Ik ook. What to do, but I knew I needed a click. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. Dus dat zal de hele tijd om te zeuren om zo'n boek. Wat is het nou precies? Oh, het is over die film. Allemaal kaartjes enzovoort, daar kan je erin. Oh, het boek, die kostte wel eerst wat. Maar toen ze op waren, kan je ze nu krijgen. Ja. Ja. Eerst moest je ze voor €2 betalen. Oh. Ja. Nou, terug van yoga en ik heb jullie nog steeds iets beloofd. Namelijk dat ik vandaag ga laten zien hoe ik mijn tanden bleek. Oké, ik doe dit heel lichtjes. Want ik doe het zelf en dan moet je heel voorzichtig zijn. En ik hou echt niet van dat gevoelige, dat het gevoelig wordt. Dat vind ik echt een heel naar gevoel. Dus dat wil ik niet. Dus ik doe het heel lichtjes. Ik doe het dan liever meerdere keren dan dat ik het één keer te heftig doe. Ik begin natuurlijk even met mijn tanden poetsen. Nou, ik heb hier dus een stripje. Dit heet 3-Day Crest White Strips Luxe. En deze
hebben wij gekocht toen wij in Amerika waren. Tanden bleken. Hi John, it's amazing. En het is echt zo erg. Deze dingen kan je in Amerika dus gewoon in de supermarkt kopen. Dus het is daar zo makkelijk om je tanden te bleken. En ze zijn ook echt heel heftig. Daarom snap ik wel dat je ze in Nederland niet mag kopen. Want Bart had echt heel erg veel last toen hij dit had gebruikt. Hij had het waarschijnlijk ook te lang opgehouden. Ik hou dit echt maar een half uurtje op. En dan doe ik het weer af. Voorheen heb ik het ook op een andere manier gedaan. Maar dan kun je spuitjes bestellen. Zo werkt het dus ook wanneer je bij de tandarts vaak je tanden laat bleken. Dan moet je een bitje laten maken. Zo'n bitje. En dan kun je spuitjes bestellen van verschillende sterktes. Van 10% volgens mij tot 30%. De eerste keer dat ik mijn tanden ging bleken heb ik dat zo gedaan. Met 30% en later met 10% nog een keer bijgewerkt. Toen heb ik echt een soort kuur gedaan van ik geloof 2 weken. En dan moet je dat hier inspuiten en dan indoen en dan een tijdje inhouden. Maar dat doe ik nu dus nu niet meer. Want ik had nu deze. En dat, ja, dat is ook gewoon prima. En de laatste keer dat ik dat heb gedaan is alweer een jaar geleden. Dus je doet het ook helemaal niet vaak. Oké, nou, dit zijn de streepjes. En dan niet te dicht op het tandvlees. Want dan wordt die tandvlees echt heel gevoelig. Oh ja, en je moet echt zorgen dat je tanden droog zijn. Nou, en nu even een half uurtje laten zitten. Oké, popcornbaas. Bart gaat even laten zien hoe die popcorn maakt. Ik heb even wat olijfolie in een pan gedaan. Popcornmais. Ik ga nu supermarkt halen. Nee, dat kan niet. Dat kan ik niet eten. Nee. Bloodline? Ja, bloodline. Yes, half uurtje later. Alleen denk ik niet echt dat je echt verschil ziet. Want het is veel donkerder nu ook. Meteen weer even mijn tanden poetsen. Nou, zo was het wel weer even goed. Ik heb geen idee of je echt verschil ziet of niet, maar ik vind mijn tanden ook niet geel of zo, dus ja, maakt eigenlijk niet heel erg veel uit ook. Nou, dat was de vlog voor vandaag. Dankjewel voor het kijken en hopelijk morgen weer minder last van mijn nek en daardoor misschien een iets leukere vlog. In ieder geval ga ik lekker aan deze kant slapen. En deze kant proberen rust te geven. En wil ik jullie alsnog bedanken voor het kijken naar deze video van deze dag. En ik zie jullie graag morgen weer in een nieuwe vlog. En als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan zeker eventjes hier. En laat ook vooral even weten in de reactie hieronder of met een duimpje wat je vond van de video. Of als je andere dingen hebt die je wilt delen met mij. Doei doei. Doei.